komt hij. Skrrt. Knol Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en als ik nu de garage inloop, dan zie ik dus opeens een witte auto. En daar moet ik nog wel eventjes aan wennen. Het is nog steeds zo gruwelijk. Ik vind hem echt ontzettend vet. En Boas die heeft echt een paar gruwelijke plaatjes geschoten met zijn camera gisteravond toen wij van Assen naar Zeist reden. Wil je nou een van die foto's als wallpaper, printscreen hem dan in mijn Insta-story. Mijn Instagram is @enzoknol. Daar ga ik vandaag een paar van die foto's gewoon inplaatsen zonder watermerk of naam er doorheen. Gewoon de hele foto, helemaal gratis voor jou. Dus ik zou zeggen check het als je hem graag als achtergrond wil. Ik heb ook een van die foto's als achtergrond namelijk. We gaan de auto pakken en dan gaan we er vandoor. En vandaag gaan we iets heel erg vets doen, waarvan ik heel erg lang niet wist dat het mogelijk was. En ik denk veel van jullie ook niet. Maar het is iets wat ik vroeger zo veel heb gedaan. Dus dat wordt heel vet. Wij zijn aangekomen in 's-Hertogenbosch. Zo zeg ik het goed, toch? 's-Hertogenbosch. Want je hebt zo'n apostrof S en dan 's-Hertogenbosch. Dus 's-Hertogenbosch. Je moet er niet te veel bij nadenken. 's-Hertogenbosch. Ja. Dat is waar we nu zijn. En we hebben hier een knijtersgrote parkeerplek waar wij gebruik van gaan maken. En hier staat de bus al. Yo, yo, yo. En dan, als het goed is, kunnen we via hier, kunnen we erop. Nice. En hier op deze grote parkeerplaats gaat het vandaag gebeuren. Yo, 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 yo. Druk aan het opbouwen. Ja, ben je er bijna klaar voor? Bijna, jij denk ik. Ja, ik wou zeggen, misschien moet ik die vraag beter aan mezelf stellen. Waarom? Pak eens even de auto, een beetje schuin achter de trailer, het meest veilig. Ja, is goed, ga ik doen. Als je controle verliest, gaat die trailer in die auto. Ja, is het wel eens gebeurd dat iemand de controle verliest? Niet hier. Nee? Maar wel op andere locaties inderdaad. Shit man. Zat gras blijven hangen. Maar er was alleen maar gras links en rechts, dus viel mee. Oké, okay. Ja. Maar dat... Komt goed. Oké, okay, komt goed. Oké, okay, is goed. Ik ga de auto parkeren. Yo. Yo. Dat is altijd zo, hè. Dan word je uitgenodigd voor iets en dan... Ah joh, is helemaal top joh. Dat is echt super veilig, kan niks gebeuren, geen probleem. Ja, als één keer even een keer gras blijven hangen. Ah, die ging het gras in. Maar, hè. Maar hier hebben we geen gas trouwens, hier hebben we alleen maar asfalt. En een bus. Weet je wat ik me nu wel heel erg afvraag, waar ik meteen heel erg benieuwd naar ben? Hoe goed hij wel niet wielies kan. Heel goed. Ja, ja, echt heel goed. Serieus, echt heel goed. Lijkt me zo vet om te zien. Ja. Dit is dus zijn stuntbus. Stunt en wielieschool. En hier zet ik dus heel veilig mijn auto achter. Die bus die gaat echt wel motor opvangen. Ja. Dat komt wel goed. En hier gaat het dus vandaag gebeuren. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. En ik zal jullie vertellen dat ik gewoon altijd wheelies heb gedaan. Vanaf mijn 16e tot ongeveer mijn 18e bijna. En dat komt omdat ik in die 2 jaar tijd scooter heb gehad. Ik heb als allereerste een Aprilia SR gehad. Dat was een scooter. En het is echt heel slecht om te zeggen. En het was ook echt niet altijd veilig. En het mag ook absoluut niet. Maar die scooter die ging 105. Ja, een scooter mag eigenlijk 45 gaan. Maar dat was een scooter waar ik heel erg veel op aan het stunten was. Dus wat ik ging doen, ik ging naar zo'n locatie als dit, zo'n open parkeerplaats. En dan ging ik daar wheelies proberen. En op een gegeven moment lukte me dat. En dan had ik zoiets van, wow, ik kan gewoon wheelies op de scooter. En toen dacht ik, ga iets anders verzinnen. Toen ging ik stopjes doen. En toen kon ik opeens stopjes op de wheelie. Stopjes op de scooter. En zo heb ik best wel wat gestunt met mijn scooter altijd. En uiteindelijk was die Aprilia SR, die was kapot. En toen ging ik rijden op een Yamaha Aerox. Yamaha, ja ja. En dat vond ik echt super gruwelijk. Alleen daar kon ik niet zo hele chille wheelies op. Want die ging veel minder hard. Die ging ongeveer 70 of zo. Dus dat was niet helemaal chill. Maar goed, toen daarna heb ik die weggedaan. En ik had helemaal geen geld meer. En ik was blut. En toen had ik geen scooter meer. Toen ging ik weer fietsen. Ja, dat eigenlijk. Ja, serieus. Ik kon echt niet het geld omgaan vroeger. Maar toen heb je je scooter verkocht. Om geld. En toen...
Ja, zodat ik gewoon een beetje sigaretten kon roken en een beetje kon blowen en zo. Ja? Ja, het is echt serieus. Misschien verwacht je het niet, want als je nu kijkt, dan ben ik echt super goed met geld en zo. Ja, je kan echt goed met geld. Ik kan echt heel goed gewoon dingen ook laten liggen of niet kopen of zo. Of best wel zuinig zijn op sommige dingen. Maar als jij wel iets heel graag wil, dan doe je het meteen. Kijk, ik heb keihard gewerkt en heel veel uren erin zitten. En toen had ik zoiets van, yo, ik ga voor mijn verjaardag gewoon het gekste, bizarste verjaardagscadeau ooit doen. Lamborghini Urus. Ja, wie de fuck kan dat nou zeggen op zijn 26e verjaardag? Dus dat klinkt dan een beetje gek in verhouding van ik kan goed met geld omgaan en ik heb dan zo'n auto gekocht voor mijn verjaardag. Maar voor de rest in dingen, als je kijkt naar vroeger, stel voor, ik had 100 euro, ja. Dan gaf ik het liefst 120 euro uit. Ja, dat bedoel ik. Ja, en nu zit je net in de schulden, zeg maar. Precies. Ja. En dan had ik eigenlijk nog aan een vriend gevraagd van, hey, mag ik 20 euro lenen? Ja. En nu is het zo, dan heb ik zeg maar wat 100 euro. Dan heb ik zoiets van, nou, dan geef ik nu 30 uit. Want dan kan ik volgende week kan ik ook weer 30 uitgeven. Ja. Snap je? Dus ik ben er echt wel meer bewust mee geworden. Oh. Yo. Zijn er nou net ook al naast? Ja. Oh. Ja. Hi. Wil je die andere ook opgesteld hebben? Die andere motor? Ja, want we hebben één zeg maar gewone en daar hebben we ook nog gestunt. Zeg maar, daar is je voor gevorderd. Maar je kan het eventueel proberen straks. Ja, ik wil alles proberen, joh. Ja, dan moet ik die straks ook opstellen. Ja, cool, vet. Ik zei net meteen al, ik wil als eerste wel even jouw wheelie skills zien, hoor. Ja. Ja, als eerste mijn wheelie skills. Als eerste ga je wel een showtje geven, toch? Oh ja, die heb ik alleen. Ja, dan moet ik even kijken. Ik heb er niet bij, namelijk. Ah, man! Hij kan gewoon met zo eentje. Oké. Okay. Dan moet ik wel eerst even vragen, dus dan bel ik ze zo. Hoor. Ja, is goed. Zo mag hij niet, namelijk. Ah, oké. Okay. Cool. Want jij mag hier niet rijden en zij wel. Hij mag je niet harder dan 30, mag je niet veel lawaai maken. En, oh. Zo maar dat gaan we gewoon allemaal doen. Maar kan zo'n wheelie onder 30 dan? Huh? Ja, het is aan die machine. Dus heb je geen snelheid nodig. Ja, ik heb ook geen idee. We gaan het allemaal zien. Oké, ik ben heel benieuwd. Als kind heb je leren fietsen op zijwieltjes, toch? Ja. Dat heb ik voor Enzo gemaakt voor de motor. Echt? Hey. Ik ben heel benieuwd, hoor. Ik ook. Maar goed, is goed. Wij gaan uitstappen. We komen eraan. Ja. Er komt dus nog een gast aan. Die gaan jullie elk moment zien. Oh, nee! Hi! Wat is dit? Wat is dit, joh? Ja, mijn moeder gaat hier wel heel blij mee zijn, maar... Man. Hey, what's up? Ja, man. Alles lekker? Kijk, over de andere gast gesproken. Die staat hier nu. Menno. En je kan hier door de poort rijden en dan kan je zo je auto hier zo achter deze witte trailer zetten. Hi. Hey, maar nee, dit vind ik niet chill, hoor. Nee, snap ik. Mama en Gert gaan hier echt heel hard om lachen. Maar heb je geen trui bij je dan, man? Nee, ik wist niet dat nog best wel hard zou waaien en koud zou zijn. Ik had eerst een korte broek aan. Ik ben echt blij dat ik een lange broek aan heb gedaan. Maar goed, dit is dus waar we vandaag mee gaan werken. Oh, gruwelijk, hoor. Vette motor, man. Die is ook heel erg sick, hè? Het is echt heel erg nice. Ja, dit is als het goed is een Yamaha MT-07. Ja, hè? Ja. Je ziet het er niet echt meer van af, omdat die zeg maar best wel veel stickers erop heeft geplakt en alles. Maar dit is wel echt gruwelijk. Hier gaan we het vandaag op doen. Echt heel erg nice. Hier heb ik zin in. En dit is dus zeg maar de zijwieltjes die je hebt om wheelies te leren. En dat vind ik echt heel erg vet. Ik vind het echt heel erg vet om wheelies te doen. En gewoon andere stunts op de motor. En ja, dat is gewoon nice dat je dat op zo'n plek als dit kan doen waar het gewoon legaal is. Ja. Dit zijn toch allebei MT-07's? Allebei MT-07's. Ja, nice. Deze is iets meer aangepast. Ja? Dus deze ook voor de gevorderde les. Ja, want hier heb je ook stepjes op en shit. Ja, daar zit ook stepjes op, maar deze kunnen inderdaad niet inklappen. En een valbeugel, extra is een handrem. Ja. Dus als je trucjes hebt waar je niet bij de voetrem kan, dan heb je normaal hier een extra hendel. Die hebben we nu eraf, maar die kunnen zo erop zetten. Sick, gruwelijk. En je kan op tank zitten, extra randjes. Hai. Je ziet jouw plekje al, hè, Marvin? Ja, ik heb al weinig gezitten. Je hebt gewoon filmstoelen hier zo gefixt. Ja, man. Is het gewoon de eerste rij hier zo? Ja, maar kunnen we zo daar neerzetten. Dan kan ze, en zo, niet zo bang. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, ik hoop echt dat ik meteen die feeling ga krijgen. Dat ik zo'n... En dat ik de hele tijd... En dat ik de hele tijd op dat punt ga zitten. Dat je gewoon net niet achterover valt. En dat je net niet meer naar voren gaat. Dat je echt een beetje op dat dode punt zit. Daar moet je op komen. Tenminste, ik zeg het nu wel alsof ik gewoon alles weet. Maar
op de scooter kon ik serieus een paar kilometer lang wheelie. Dat boeide echt geen drol. Dan ging ik gewoon één keer omhoog. En dan of ik nou naar de 60 km per uur ging om wheelie te doen. Of dat ik met 20 km per uur wheelie ging doen. Die balans, dat dode punt, dat had ik zo goed onder controle. Dat ik gewoon met mijn achterrem en met gas gewoon zo kon spelen de hele tijd. Alleen met de motor, je hebt gewoon meer vermogen, je hebt meer gewicht. En om dat punt dan te bereiken, ja, is wel anders. Dat is even wennen. Maar goed, in ieder geval twee gruwelijke motoren. We hebben de energie en de motivatie. Huh? Kijk, ik heb hier ook van die bescherming. Hè? Dus als ik voor jou ga filmen, kan ik gewoon zo op mijn elleboog leunen. Zo, dus jij gaat sick shots maken voor mij. Oké, okay, nice. Nou, cool. Ik ga ook even mijn spullen pakken uit mijn auto. Ga ik me even omkleden. Oké, ik heb de tas met spullen bij. Even kijken wat we hier hebben. Handschoentjes. Ik ga wel pijn aan mijn handen krijgen. Heb ik nog een beetje van gisteren, van het klimmen. Dat moet goed komen. Ik heb een dikke jacka met leer en ik heb een jacka textiel. Warm, iets kouder. Nou, eigenlijk dit is warmer, maar snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Als het warm is, doe ik deze aan. Ja. Als het wat kouder, doe ik deze aan. Dan hebben we rugbescherming. Stel voor, je gas blijft hangen en ik knal keihard met mijn rug tegen die bus aan. Heb ik hopelijk mijn rug niet gebroken als ik deze om heb. Dan, lange knolpower sokken. Knolpower.nl, ga checken. En dan heb ik knolpower shirt met een smiley, want dan moet het helemaal goed komen. En dan heb ik een speciale motorbroek, een lange, met bescherming aan de zijkant, Kevlar bescherming, knee pads, gaat helemaal goed komen. En dan heb ik speciale, maar wel mooie motorschoenen. Gewoon chiller dan van die laarzen, omdat je dan wat beter kan bewegen. Stel voor, ik vind het heel spannend, ik poep in mijn broek. Gewoon een nieuw onderbroekje bij me. Stel voor, ik poep daarna nog een keer mijn broek weer een onderbroek bij me. Ja? Dat is hoe we het gaan doen. Nice. Goeie, hè? Ja. Nice. Nou, klap ze in je handjes. Nee, ik zal het even goed doen, ja? Komt-ie. Bam, bam! Prap, prap, prap! Yes. Oké. Okay. Gruwelijk. Handschoentjes aan. Petje af? Nee. Doe geen helm op. Ja, tuurlijk petje af. Rugbescherming, alles en dan nee, geen helm. Nee, tuurlijk, sowieso. Ik wil mijn hersenen niet beschadigen. Ja, deze mag je ook gebruiken voor de epische inzoom shots. Ja? Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Ik heb zelf natuurlijk een cameraatje op mijn helm. De gruwelijke shots. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik heb het door, je wordt echt irritant. Ja, ik weet het. Oh, wat? Zeg dat ik irritant word! Ja? Ja, nee, klopt. Ik word dan een beetje druk. Ja. Als ik zenuwachtig ben. Of als je ergens heel erg veel zin in hebt. Of als ik ergens heel veel zin in heb. Word ik helemaal gek! Ja, nee, maar is echt zo. Ik weet niet, hoe komt dat? Is dat geboren? Wordt het aangeboren of zo? Of... Weet ik niet. Nu begin je ook heel erg te brabbelen. Ja, hè? Dat is raar. Ja, dus volgens mij heeft mijn moeder... Wow. Volgens mij heeft mijn moeder gewoon iets raars gedaan toen ze zwanger was of zo. Of zo. Of zo. Bam! Ik pak straks de motor en ik pop het zo weg. Oké, het punt is bijna aangebroken. Ja, gekomen. Het is bijna achter. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik vind het gewoon een beetje spannend. Ik vind het vervelend dat het waait. En ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. De motor staat klaar. Het ziet er misschien niet zo cool uit omdat hij zijwieltjes heeft. En het is lang geleden dat ik met zijwieltjes heb gereden. Toen was ik 2 of zo. Hoe oud ben je als je zijwieltjes hebt? Ja, 2-3. Zoiets, 2-3 jaar. Maar goed, we gaan weer terug naar de basis. Zijwieltjes. Alleen dan wel gewoon met dik vermogen op een motor. Dat is wel gruwelijk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Als we het eenmaal goed onder de knie hebben, dan vindt Jeremy het nog wel oké om op zijn motor te gaan stunten. Dat is deze. Die heeft gewoon wat meer accessoires en shit. Maar goed, we gaan het als eerste op deze doen. Het is echt veel wind, hè? Ja, het is echt veel wind. Het is echt heel veel wind. Hè? Hier, rij gewoon even weg dan, nu. Nee, dat vind ik niet netjes. Mijn baan! Jeremy! Kan ik? Ik kan bijna. 2 seconden. 1. Wow, ze heeft echt geen geluid. Echt wel. Zo ga ik die bochten door, hè. Ik pak gewoon met mijn rechterarm linker stuur vast, zo.
Nee, ik ben echt benieuwd, Jeremy. Pak je helm. Zullen we daar beginnen met de eerste uitleg? Ja, cool. Mogen we er naar rijden? Het ziet er zo droog uit, dit. Nou, lessen met de M207. Nou, deze heeft geen tractiecontrole. Jouw motor heeft wel tractiecontrole. Dus eigenlijk als je echt stijl wil wielen, moet je die altijd uitzetten. Anders ja, die hebben we altijd uit. Oké, okay, ja, dan is het goed. Anders zet hij hem weer naar beneden. Nou. Zit al tegen het randje aan hier achter, die zoek je op. Je klemt goed met je benen. Waarom? Omdat die platen hard raken. In het begin ga je dat sowieso doen. En je zit heel los, dan kan je erachter afschuiven. Oh, is er wel eens iemand achterover gegaan en die viel er toen af? En in het begin hadden we nog originele zadels. Dus, ja, je kent van de M207, die zijn heel vlak en met een soort schansje. Toen vielen van de eerste 7 leerlingen vielen er 5 af. Dus hebben ze maar omhoog gedaan. En sinds dat we ze omhoog hebben... Hey, let's go, Menno. Maar sinds we ze omhoog hebben zijn er, ik denk, van de 50 misschien 2 afgevallen. En dat is niet omdat ze eraf gleden, maar omdat van angst alles loslieten. Echt? Ja. Gewoon, je ging omhoog en gewoon... Ja, maar er gebeurt niks, je valt gewoon erop en ernaast en het rolt. Dus. Ik wil heel graag luisteren met alles wat je zegt, maar ik... Nee, maar Enzo die kan niet luisteren. Nee, ja, dat weet ik. Ik wil gewoon rijden. Wat? Mijn hele ding kapot! Weet je waar we dit aan moeten denken? Aan mijn pizza tijden. Dat je helm zo hebt. Dan kwam ik altijd zo bij de voordeur en dan zeg je hier pizza. Ja, dan hield ik die helm altijd zo op. Heb je ook een liedje of niet? Liedje? Ja, pizza toch? Pizza liedje. André van Duin toch? Nee, die ken ik ook niet. Wow. Echt niet? Nee. Oh. Zing hem eens. Nee, man. Ik kon die nog heel even wachten. Ja, die. Ja, die. Oh, hij kent hem! Geen idee. Je kent mijn motto, hè? 110, 120, 130, geen enkel probleem! Alles is één. Nog geen vinger, hè? Gelijk een goede houding, hè? Het ziet er zo droog uit. Pas op, hè. Dan even de volgende oefening. Ja, je ziet, er zit best wel power in onderin. Nu gewoon even hard optrekken in de 1. Dan zo hard mogelijk rem met de achterrem, terwijl je de ABS voelt. Even om die maximale druk te voelen. Ja? Dan doe je hier en dan even. Dat is een keer. En zo luistert niet. Gaat hij niet goed? Hij vergeet zijn voeten. Oh, hij houdt zijn voet zo onder de... Hij is een Donald Dick. Kan niet, hè? Nee, oh, inderdaad. Hij heeft zijn voeten nog onder. Ja. Normaal als je met je motor bij een verkeerslicht komt, je doet je gas dicht, dan voel je de motorrem, toch? Zo tik. Ja. Dan wil je eigenlijk iets harder en iets langzamer rijden zonder dat je dat voelt. Dus die ketting, die gaat los. Dat is eigenlijk normaal de tik die je voelt. Die wil je gespannen houden. Zo'n tekentje trekt ze op, druk je eigenlijk op die vinger en hier spanning in. Dan ga je heel rustig harder, heel rustig langzaam. Heel rustig harder, heel rustig langzaam. Dan doe je eigenlijk, mag je verder doorrijden en dan weer terug. Want dat is namelijk hoe je gas moet zijn tijdens je wiel. Okay. Dus die is wel belangrijk, dus nou moet je even niet knooien. Ja? Want anders als je zo gas doet, dan klap je eraf. Ja, dat is ook wel leuk. Ja, ja. Nee, dus wat moet ik dat doen? Hij is zo kut, hè? Ben je af? Ja? Je mag die niet voelen, hij moet heel vloeien. Snap jij het? Ja. Snap je hem of niet? Als je bij een verkeerslicht gaat, kom je bij jouw motor, bij een bocht. Je doet je gas dicht. Ja, dit is nog... Je gas dicht, dan voel je het. Hé, hey, ik heb echt geen idee, ik wil gewoon graag. Ga maar kijken. Je kan al een beetje wielen, heb je gezegd. Ja. Doe je op gas of doe je met koppeling? Ik doe het op gas. Nooit met koppeling? Ja, ik laat hem met koppeling opkomen, maar daarna doe ik alles met gas. Oké. Okay. Ja, met koppeling ga je wel iets omhoog. Ja. Ja. Ja, dat is goed, want we doen altijd wielies met koppeling. Waarom? Bij elke motor is die techniek hetzelfde. En op gas ben je heel erg afhankelijk of de e-cylinder is. Gewoon helemaal begeleiden, zeg maar. Snel. Snel, dus je begeleidt hem, dus niet zo. Maar begeleid hem naar het einde. Gewoon je vingers erop houden. Snap je? Oh, zo. Ja, met deze twee hadden we wat. Sneller! Sneller. Ja, zo ja. Goed zo.
Zie je dat? Hey, sick, jeetje, hè? Snelle vingertjes hoor. Kijk wat ik net heb geleerd. Hey, hey yo, ik krijg dingen voor me kiezen dat ik denk, what the fuck? En geen snelheid maken, puur op top. Is het leuk, hè? Ja, doe maar hoor. Ja, nu niet al wegrijden, gewoon vanuit stilstand. Oh. Hey, yo! Hey, don't sick! Dat is goed, hè? Ik moest meer naar achter. Ja, maar je voelt nou ook hoe gevoelig dat gas is, hè? Ja. Als je zo beweegt, dan is het... Ja, dan moet ik minder snel bewegen. Bewegen, ja. Maar de eerste paar waren echt super netjes, man. Nice. Dat komt wel goed. We gaan lachen. Oh joh, dat ging goed, hè? Ja, dat ging echt goed. Oh, ik deed gewoon één hand zo op. Ik schrok gewoon, omdat je het meteen goed had. Ja? Ja. Hey, ik ben echt benieuwd, man. Weet je wat het is? Ik heb best wel vaak wheelies gedaan al op de motor. Gewoon op afgelegen plekjes. Alleen Menno die heeft dat nog nooit gedaan. Dus Menno die begint zeg maar echt bij de basis, bij het begin. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe snel hij het gaat oppakken. Want aangezien ik het altijd al op de scooter deed en onder controle had en Menno niet, ben ik echt benieuwd. Maar... we gaan het zien. Hij gaat het nu proberen. Het lijkt net, als ik dit zo zie en ik zie hem wegrijden, lijkt het net een beetje op zo'n drag race motor. Drag race motor? Ja, omdat je zo'n hele lijn erachter hebt. Ah, zo ja. Ja, de wheelie bar. Ja. Alleen ja. Deze is juist voor het wheelie. Niet ja. Om tegen te houden. Ik vind nu al zo leuk. Ja, ja. Het is verslavend. Ik vind het echt vet. Ja. Ik vind het echt vet. Oké, nu gaat Menno even de motor een beetje onder controle krijgen. Dan hoor je het. Oké. Het is echt apart, want het rijdt gewoon echt als een kwad. Ja, dat geloof ik wel. Ik zag jou ook zo wegrijden, zo van, huh? Ja. Zo een beetje met je lichaam sturen en dat lukt niet. Dat is echt apart. Maar dit is wel echt heel vet, hoor. Ja. Ik vind het echt heel leuk, nu al. Oeh! Hoi, joh! Laat Max foto. Ja, wait, 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 yo, wait, yo, wait, yo. Hij heeft hem, hij zit al. Kijk. Gruwelijk. Dat was echt nice. Wow, dat gevoel, dames en heren, dat je achterover hangt, is echt gruwelijk. Oké, okay, daar gaat Menno. 3, 2, 1. Bap, bap, bap. Oh, lekker hoor. Bap, bap. Hier, check hem. Ja, hij loopt gewoon mee. Wow, kijk hem gek. Zwaaien! Zwaaien naar de camera! Oh, joh, joh, joh. Oh, joh. En hoe vond je het, Menno? Ja, ik vond het wel minder spannend dan ik had verwacht. Ja? Ja. Ging ook wel goed. Ja, ging wel lekker, man. Ja, dat is raar, hè? Ja, want dames en heren, je komt dus de eerste keer, en dat is dus wat Jeremy wilde dat wij gingen voelen. Je komt dus met deze, kom je dus hier op. Dus je zit echt gewoon kaarsrecht, zit je gewoon achterover op je motor. En die moet natuurlijk ook weer recht komen. Dus als je er helemaal naar voren gaat, dan heb je het gevoel dat je ervoor overklapt. Omdat je die klap weer op moet vangen. Ja. Ja, je krijgt best wel een klap weer terug. Maar ik vind het wel echt super gruwelijk. We hebben nu allebei een beetje de basis geleerd met de koppeling. Hoe je je hand moet houden, hoe je je knieën moet houden. Hoe je hier tegenaan moet zitten. En we gaan nu verder naar de volgende stap. En ja, ben benieuwd. Wat is de volgende stap?
Verder waar we gebleven waren, dus we gaan nu met de achteren meer aan de gang. Kijk, nice. Oh, dit is wel gruwelijk hoor mensen, dit is echt vet. Oh, bijna het hele rechte stuk. Oh, bijna! Nou, succes, jij mag weer. Ja, wel het hele stuk. Ja, goed zo, inderdaad. Meteen de eerste, ja? Ik vond de eerste die beter is dan het. Ja. Yo, dit is echt super nice. Gaat echt goed, of niet? Ja, gaat echt lekker. Ik had wel gehoopt dat je een keer het hele rechte stuk wheelie zou doen. Maar Menno zei dat hij het nu even zou laten zien. Ja. Is goed, is goed. Het is wel echt heel vet dit hoor. Ja. Ja, je leert het echt meteen gewoon. Het ziet er zo cool uit, ja, hè? Ja, hè? Echt heel vet. En laat staan hoe het op jouw motor eruit ziet. Dit is nog een kleinere motor. Die van jou is echt groter. Ja, dit wordt echt vet hoor. Maar ik ben expres niet op de motor hierheen gekomen vandaag, omdat we zijn nu zo druk bezig met onze handen en polsen en knijpen en remmen, koppeling. Je handen, daar krijg je echt spierpijn van. Ja, dat geloof ik wel. Dus om dan met de motor hierheen te rijden een uur en weer terug naar huis een uur na zo'n training van 11 tot 3 uur 's middags, dat is killing. Ja. Dus vandaag zijn we lekker met de auto. Maar dat gevoel dat je op dat dode punt hangt en gewoon zo bap, bap, bap. Ja, je gaat nu al beter dan dat je kon. Klopt. Ja. Ja. Ah, ik ben nog gewoon nog nooit zo stijl geweest met de motor. Nee. Het was altijd een beetje dit en nu ga ik echt dit. Ja, sick. Maar sowieso ga ik een keer vallen met de motor als ik jullie doe. Maar dan niet met mij achterop, oké? Nee, nee, nee. Ik zou het wel leuk vinden als je het echt goed kan. Let's go, Menno! Deze is heel goed. Oh my god, hij gaat wel een beetje scheef. Ja, deze is goed. Hij is nu aan het proberen om minder goed te gaan schommelen, zeg maar. Dat gaat echt heel goed. Oh, hij deed één handje los! Zo lekker, serieus. Ja, jeetje, we zijn echt nog. Hoe lang zijn we bezig? Een uurtje of zo? Super sick. Hij gaat zo goed. Mag ik wel zonder bar? Zonder bar niet. Dat komt niet goed. Dat mag nee? Niet. Nee. Oh, jammer. Als je valt, is het asfalt beschadigd. Ja, snap ik. Ja. Asfalt beschadigd? Ja, van de beugel of de bar. Oh. Ja, ik wil gewoon zonder bar. Gewoon let's go! Yeah. Lijkt me echt gruwelijk. Maar we kunnen straks wel verder. We kunnen straks met die. Dan kunnen we wat echt zonder handen, niet op die platen, kunnen oefenen. Okay. Of andere. Maar eerst gaan we hier wat platen weghalen, dus dan kan je echt nog een heel stuk stylen. Ja. Kijk. Sick, ik vind het echt net. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Hetzelfde, alleen. Ik ga nu laten zien hoe je moet vallen. Nee, wat we nu hebben gedaan, we hebben een paar platen, een paar Lego blokjes hebben we weggehaald. Hier zo. Een stuk of 5. Ja. Dus nu hij kan is ik... nu lager. Juist. Dus nu kan ik veel meer achterover.
En ja, ik ga even laten zien hoe het moet. Nou, doe maar even dan. Hoop ik. Ik heb schijt! Niet zo goed, hè? Echt wel. Grapje. Wow. Handjes los. Ik moet zeggen dat het echt heel erg lekker gaat. En dat ik zelfs al bij dat moment kom waar ik dus met één hand af en toe een beetje gek kan doen. Dat ik met mijn rechterhand gas geef en mijn linkerhand gewoon een beetje zo op de zijkant en achter en zo. Hey. Dus het gaat echt al heel erg lekker. Nu wil ik ontzettend graag gewoon wheelies doen zonder die bar, die wheelie bar daarachter, zeg maar. Zonder zijwieltjes. Maar ja, dat is dus niet mogelijk hier. Wel gaat Jeremy dus straks nog een showtje geven. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gaat laten zien. Maar ik vind het super leuk om te doen. En ondanks dat het best wel hard waait, is het nog niet gaan regenen. Daar ben ik super blij mee ook. Want ja, we doen de hele tijd buiten. En ik moet zeggen, Menno die gaat ook echt lekker nu. Hoppa, daar gaat hij. Ja, dat is goed. Ja, gruwelijk. Dat is wel echt geniaal hoor, dit. Ja, deze was netjes. Dit was nice. Ja, doet hij goed. Ja, maar hij heeft ook minder ervaring dan jij, hè. Want hij had het nog nooit op een motor gedaan en jij wel. Dus het is wel echt knap dat hij het nu al zo goed kan. Ja, zeker. Vind ik ook. Oké, wat er nu gaat gebeuren is het volgende. De stuntshow van Jeremy. Ik ben heel erg benieuwd. Hij gaat een paar tricks laten zien. En ja, we hopen natuurlijk dat hij niet van zijn motor afvalt. Oh. Ja, toch? Kleine demo voor Enzo. Oké, let's go, man. Waar zijn je zijwieltjes? Ah, oh, shit, man. Vergeten. Oh, jammer. Nou, succes dan maar. Nou, hij trekt hem geen eens met de wheelie weg. Daar komt hij. Skirt. Nou, wheelie is voor hem zo makkelijk. Dat zie je gewoon. Dat is echt absurd. Ben we achterop? Ja. Ja, is goed. Dat zie ik echt ingezoomd. Zullen we vragen? Ja. Oké. Dan moet ik wel jouw helm op, hè? Ja, dat denk ik, lijkt me wel handig. Zo onder controle, hè? Dat is echt sick. Kijk, we gaan. Bob, bob, bob. Hier, één handje. Jeremy, ja. Ik heb een vraagje. Je wil je knop houden. Kan je ook een trucje doen met Myron achterop? Ja, dus je gaat Myron achterop nemen? Helemaal. Hey, dat wordt leuk. Ja, ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Oh, denk je dat ik Enzo ben? Ja.
Gruwelijk. Oh mijn god, check dit. Ze zijn allebei helemaal gek geworden. Wat? What the fuck? Yo, dit is echt sick. Dat is gruwelijk. Kijk ze dan. Mooi, yo! Je hoort ook. Wow, dat is sick. Geniaal. Check dit dan, mensen. Hey, we hebben nog veel te leren. We hebben nog een lange weg te gaan. Hoe vond je het? Ja, super leuk. Wacht even hoor. Ik hoorde je af en toe wel gillen hoor. Ja, maar meer gillen van dat ik het heel leuk vond. Af en toe. Woe! Ja, het meest spannende was daar, ze stapte van de motor. Ja joh, ik viel bijna. Ja, dat zagen we ook, ja. Menno niks over, wow, wat de hek, wat de hek. Zo, dat ging bijna mis, hè. Ja, toen vond ik het wel even spannend voor je. En ik had op een gegeven moment het idee van, ja, jeetje, ik denk, Jeremy rijdt zo weg met Maimen straks. Ik heb daar Lamborghini sleutels liggen. Nee, maar ik dacht, ik wil het een keer voelen hoe het voelt als je echt zo hoog zit. Ja. Want ik heb bij jou als achterop gezeten en dan doe je wielen, maar dan is het nog niet tot zo ver. Nee. Terwijl ik bij jou soms al dacht van, wow, we gaan echt stijl. Terwijl dit echt veel stijler is. Sick. Echt vet. Echt leuk. Hij zei, nu ga ik stoppie doen. Dat vond ik wel eng. Dat vind ik echt eng, stoppie. Ja? Ook al klap ik wel tegen hem aan. Het engste achteraf vond ik dat ik op zijn plek zat en hij voorop zat. Ja, dat was raar om te zien ook. Dat was echt raar, want dat hoort eigenlijk niet. Nee, hoort niet. Het is wel fucking vet. Hey, je ziet mensen ook altijd kijken, wat de fuck. Ja. Maar dan zit ik zeg maar op de plek hoe jij normaal zit. En dan denk ik echt, wow. Oh, ja. Ik vond het gruwelijk, man, Jeremy. Ja, serieus, het was echt super sick. En ook gewoon de hele training en alles. Er is eigenlijk één dingetje wat ik nog even wil proberen. En dat is? Staand. Staand hier, gaan we. Ja? Ja. Dat kan nog wel. Ja, dat kan. Gruwelijk. Ik heb gewoon een schijt. Ja? Ik ga gewoon. Zonder dat Jeremy er is. Ja. Oké. Nee, doe normaal. Hij komt er aanrennen. Nee, 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 nee. Terug. Niet doen. Je hebt geen rem. Basie. Hij heeft gelijk staan en staan op zadel. Ik... Maar we hebben staan op de step. Oh. Ja, ga meteen gek, hè. Hé, hey, sukkeltje. Je mag nog niet staan op het zadel. Want je hebt geen rem dan. Je moet al één voet bij de achterrem. Dat ging wel goed. Ja, ja, ja. Hij zei, ik heb schijt. En toen ging hij weg. Er kan niet veel gebeuren, omdat ik had de platen bijgezet. Maar anders kon je enkels hier tussen, zeg maar. Oh. Dus. Hij was ook, nee, 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 nee. Ik ga even uitleggen. Kijk. Dus nu ga je zeg maar vanuit hier beginnen. Eén voet kan je hier zetten. Ja, of je kan het ook hier zetten. Zo, dat is meer sociaal motor. Koppeling. En dan ga je vanuit hier ga je omhoog. En dan is het gewoon op. En dan deze is een beetje gestrekt, deze is een beetje gebogen. Dus je zet eigenlijk je gewicht meer op deze. Anders is die heel, houdt die heel lang voor. Okay. Dus je kan deze proberen en anders deze. En als je deze doet, zet je teen hier erin. Ja. En dan moet je deze zo snel mogelijk strekken. Dus zodra die motor dan omhoog gaat, gaat eigenlijk al het gewicht naar deze. En deze buigt naar voren. Okay. Gaat ook nog best wel goed.
Sick hoor. Heb je een kat mee? Oh. Al die tijd 3 uur lang in de auto gezeten. Kijk, illegale handel. Uit de ja, dit is pas kofferbakverkoop. Oh, je hebt wat gruwelijks meegenomen. Ja, ik heb ook voor jou als je... Echt? Oh, lief. Super ziek. Ja, ja, die Ambo vibes. Oh, nice. Een paar gruwelijke petjes. Ja, vooral die roze, man. Ik ben de laatste tijd op de roze swag. Gruwelijk. Maar wat dit allemaal? Ja, tuurlijk. Meen je? Je hebt die hele doos... Wat lief. Holy shit, dat is nog voor ons verjaardag. Serieus? Oh, dat is echt gruwelijk, man. Gaan we straks even allemaal kijken? Ja, we gaan straks dit even checken, sowieso. Die laatste trui, deze lichtblauwe. Oh, sick. Dat is dat babyblauw een beetje. Gruwelijk, man. Ja, voor de mensen die het niet helemaal weten. Ik heb daar eigenlijk namelijk nog helemaal niks over gezegd. Maar Menno, die heeft net zijn naam veranderd. Was eerder altijd Menno Booming, nu gewoon Menno. En Menno kan je misschien kennen van Ambu Gang, van Ambu, van zowel kleding als van muziek. Ik heb ooit ook een keertje gechilled met Jiri. Ik weet nog steeds niet hoe ik zijn naam moet zeggen. Jiri. Dat was super gezellig. Nu gechilled met Menno. Ik dacht, ja, weet je, als ik ga chillen met Jiri van Ambu, dan moet ik ook een keer chillen met Menno. Tenminste, we raakten een beetje aan de praat. Ook wel eens via Instagram, via DM. En we hebben dus dezelfde interesse en dat is motorrijden. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon iemand meenemen. En Menno die voelde dat wel. Dus we hebben een goede sessie gehad. Ja, man, ik vond super nice. Hoor. Ja, ik vond het ook leuk dat je erbij was. Ja. En thanks for the blessing. Ik kan niet wegblijven. Ja, gruwelijk, man. Oh, dan hebben wij niks voor Menno. Nee, maar dat doen we dan, regelen we dan nog wel. Ja, ja, komt goed. Hij woont in Utrecht, dus in de buurt. Dus ja, hij woont dichterbij dan ik dacht. Dus kom ik jou ook wel een keer blessen. Gruwelijk. In ieder geval een hele leuke sessie. En even kijken, waar is Jeremy? Jeremy! Gruwelijk. Ja. Ik vond het heel vet. Heel erg bedankt voor je tijd, voor het gebruiken van de motors, voor de les, voor je tips, advies. Ja. Ik ga het meenemen. We gaan het zien. Stuur een video als je hem hebt. Ja, is goed. Dat zal ik doen. Heel erg bedankt. Hè? Ja. We hebben even lekker wat koffie gehaald en wat lekkers. Even een broodje. En even kijken hoor. Hey, Enzo, dat hebben ze goed geschreven. Dat is nice. Even kijken, wat staat hierop? Oh! Weer verkeerd. Altijd. Story of my life. Ja. Maar goed, we hebben in ieder geval lekkere koffie. Smaakt hij niet anders door die namen. En het was echt super nice. Nu is natuurlijk de bedoeling dat als Maya haar motorrijbewijs heeft, dat je dit ook een keertje gaat doen. Ik weet niet of ik dat wel wil. Ik dacht, dat ga je heel vet vinden. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant vertrouw ik mezelf daar niet mee. Of zo. Omdat ik ook nog niet weet of ik echt goed kan motorrijden, snap je? Als ik echt... super zelfverzekerd op een motor zit, dan zou ik het wel willen proberen om een keer een wheelie te doen. Maar ik heb nu geen idee, hè? Nee. En als ik motorrijden überhaupt al een beetje spannend vind, dan ga ik het never nooit leuk vinden om ook nog wheelies te gaan doen. Nee, dat snap ik. Maar denk je dat je een beetje motor kan rijden? Ja. Ja? Dus dat vertrouwen heb je wel. Mm-hmm. Maar ja. Ik heb al op een crossmotor en alles gereden. Dus schakelen en zo kan ik wel. Maar een wegmotor is veel zwaarder dan een crossmotor. Ja, dat is wel iets anders, ja. Maar ja, we gaan het zien, hè, binnenkort. Inderdaad, binnenkort je eerste les. Wow. Echt super nice. Bas, wie heeft je haar geknipt? Wat? Is het gek? Nou, weet je niet, wie heeft je haar geknipt? Ah, vandaar. Nee, je hebt het zelf. Kijk, hoe kijk. Helemaal in shock van, hé, is zo raar dan. Maar zie je dat het geknipt is, dat? Ja, heb je het geknipt? Ja, vanochtend. Ja, zie je? Dus dat valt me wel op. Ja, dat valt me wel. Wat valt je op aan Myron? Ja, dat de wenkbrauwen geverfd zijn, maar dat was gisteren bij. Oh ja, dat was erbij. Oh my god, dat was gewoon vergeten. Hij was dan gewoon bij. Nou, fijn dat je hem ziet staan, hè? Zo. Maar ze zijn inmiddels al wat dichter. Zo gezellig heb ik het met Boas. Ik heb gewoon geen idee dat hij erbij is. Wauw, maar hij is echt mooi geworden, hè? Echt goed, joh. Had jij het wel gezien? Ja. Ja. Eet smakelijk. Wil je ook een keer wenkbrauw geverfd hebben, Mees? Nee, wel. Blonderen. Ja! Nee. Of net als Timo, een beetje oranje. Hey, maar gruwelijk. Hey, gruwelijk. Oranje en ik. Oranje en ik kunnen het echt goed vinden met elkaar. Wat ik wilde zeggen is, Timo en ik kunnen het echt goed vinden met elkaar. Want Timo heeft oranje haar en ik heb een oranje baard als ik het langer laat groeien. Dus we hebben die connectie gewoon. In ieder geval,
Eet smakelijk allemaal. Dankjewel. Boas en Anna zijn van ver gekomen voor dit eten. Dit moet je gewoon een keer geproefd hebben van Maiwen. Ja, super chill. Er zit een marshmallow zo erdoorheen. Ja, echt hè. Als je dichtbij komt met je oor, dan hoor je ook... Ah, niet doen! Dan hoor je ook een beetje de muziek van marshmallow. Muziek. Ja, dat is echt sick. Ik verzorg me nu. Oké. Ja? Gaan we even luisteren. Ja, ik snap het, marshmallow. Oké. Ja. Wauw. Ik hoop dat iedereen hem snapt. Zo niet. Marshmallows, die DJ. Ja, het is altijd omdat je zo bij het kampvuur dan gaat zingen en zo. Ik dacht dat knetterende geluid hier. Nou, wordt nu allemaal een beetje raar. We gaan gewoon lekker pasta eten met pesto en geitenkaasblokjes. Wat is er nou ook wow. Ik heb trouwens nu echt al een beetje pijn aan mijn armen en mijn rug en gewoon plekken zo van, wat? Maar dat komt echt dus puur door die wheelies, joh. Dat is echt bizar. Ik span nog veel te veel aan. Ik zit veel te veel gestrest op die motor. Terwijl ik gewoon rustig zo, gewoon moet doen in plaats van... Stop even en ga eten alsjeblieft. Wat dan? Ik leg gewoon uit wat ik heb meegemaakt en wat ik eigenlijk zou moeten doen. Eigenlijk zou ik gewoon zo rustig op de motor moeten zitten. Maar ik was helemaal hard. Toen was het... Wow! Pap! Dat is zeg maar het verschil. Maar hey, het was wel vet hè. Laat dan zeker weer even een duimpje omhoog achter. En dan ga ik nu lekker rustig eten. Ik vind het zo leuk met Myron altijd. Stop. Waarom stoppen dan? Ik sla je echt hoor. Oh. Dan ga jij maar huilen. Ik ben gewoon aan het eten, kap even. Ja, Myron niet zo doen hè. Gewoon even rustig eten. Even zo. Ophouden. Kan harder hè. Nee, is goed. Je hebt echt goed gekookt joh. Ja, dat is echt knijter lekker. Echt heel lekker. Echt nice gedaan. Ik heb niet door dat ik pas de beste. Val niet op. Stop. Ja, ik stop. Oké, doei. We zijn er klaar mee. We zijn helemaal klaar mee. Je gaat nu mee. Je gaat nu mee. What the fuck is dit? Nee, je hebt geen... Wow. Wacht even. Wat gebeurt hier? Hoi, joh. Dat is mijn eigen huis, hè. Dat is mijn bank. Ja, maar je moet opschieten, luie. Ja. Hé, je hebt ook geen tijd meer om vet op te doen. Hier, schoenen. Ijsjaren! Ben je een achteruit kopgroep? Ja. Nee, nog even oefenen. Ja, klaar. We zijn er klaar mee. Met het gewacht. Je zei al 4 keer, ja, ik kom eraan. Ik lag gewoon even. En we horen gewoon dat je Instagram filmpjes aan het kijken bent. Ik lag gewoon even op de bank, man. Man? Ik ben geen man. Jullie gaan met de auto en ik ga met de auto. Hou hem tegen! Wat ga je doen? De telefoon. Grappie. Yo. Ik heb hem. Zie je, dat zei ik toch? Zei ik toch? Zei ik toch? Hier, wil je hem hebben? Ja. Ja, zeker weten. Oh, yo! Dat wist ik ook niet! Nou, dat op mijn telefoon. 4 partypoppers, 4 video's. Lekker! Gemaakt! Wat de heck? Ja, ruilen hè? Voor wat? Ik hoop dat. Oh ja, die heb ik op je tas gelegd. Ja, ik leg deze over mijn broekzak. Ja, maar ik moet ook jasje aan, toch? Of niet? Hij is echt verward. Even jasje, schaal buiten. Daar heb ik ook huissleutel mee. Zie, daar hebben jullie allemaal niet aan gedacht, hè? Jawel, ik had eraan gedacht. Ik vroeg het nog nou. Ja. Gaan we allemaal zullen we Hans meenemen? We kunnen allemaal op een pennyboard. Hans! Oh, pennyboard. Ik neem dit pennyboard mee. Gewoon allemaal ik moet even plassen nog. Nee, ik ga met dit pennyboard. Nee, we gaan nu niet plassen. Ja. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Zet de camera voor. Weg. Nee, we moeten nu gaan. Jij ook? Ja. Dat stond op film. Echt? Ja. Oké, ik ben lekker aan het boarden. En Boas is helemaal daarachter. Dus ik ga me verstoppen achter deze auto. En dan ga ik wachten tot Boas er is. En dan ga ik hem laten schrikken. En dan ga ik hem terugpakken. Wat de heck? Hij schrok helemaal niet zo heel erg.
achteraf wel, maar het moment zelf niet echt. Gaat goed hoor, Anna. Ja, gaat goed hoor. We hebben dus nog even een lekker ijsje gegeten en dan is het nu tijd om nog heel even tot de computer te gaan en daarna te gaan slapen. Morgen hebben we iets leuks bedacht. Ik hoop dat jullie er dan weer zijn om 4 uur. Vond je nou deze vlog leuk? Vergeet dan niet van een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog dus. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!